Als je goed voor de koeien bent, zijn de koeien ook goed voor jou. En dan krijg je de lekkerste melk. Ik ben vandaag in Nationaal Park Werebewiede. En hier ligt de zuivelboerderij van Klaas de Lange van Werebezuivel. Ben jij nou ook zo benieuwd hoe die lekkere zuivel in jouw box gemaakt wordt? Kom mee! Klaas, vertel eens, hoe lang zit jij al in de zuivel? Ja, we hebben een traditioneel familiebedrijf en in begin 80e jaren heb ik het bedrijf samen met mijn vader omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering. In begin 90 zijn we begonnen met de zuivel zelf te verwerken op ons bedrijf en onze kinderen gaan nu weer verder met onze boerderij en dat is hartstikke gezellig. Je zei biologische melkveehouderij, wat houdt dat precies in? Op ons bedrijf staat centraal het welzijn van de koeien. De koeien mogen in- en uitlopen en ze eten alleen biologisch voer en dat is goed voor de flora en fauna. We hebben onze bedrijfsvoering helemaal ingericht op onze natuurlijke omgeving. Daarbij gebruiken we geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen. We hebben een plan samen met de vogelbescherming gemaakt hoe we dat het beste op ons bedrijf kunnen doen. Dus daarom hebben we heel veel bloemenrijke weides. Heb je meer biodiversiteit, krijg je meer insecten, is goed voor de kleine kuikens. Herken je alle koeien ook? Ja, die koeien hebben allemaal verschillende vlekken. De ene heeft wat meer zwart en de ene heeft wat meer wit. Die is rood. En wist je trouwens dat koeien maar heel kort slapen, een 20 minuten per etmaal maar. Oh, dat is wel heel weinig. Dat wist ik helemaal niet. Dit is onze yoghurt, vers van onze zuivelboerderij. Proef het maar. Heel lekker. Je proeft echt dat die vers is. Wat maakt jullie zuivel uniek? Op deze boerderij worden onze koeien gemolken. Wij verwerken de melk op het eigen bedrijf. Gaat vanavond op transport en morgen vroeg zit het bij jou in de HelloFresh box.